Ik ben vandaag in de Oude Rijn en ik ben hier samen met Willem Multum en Willem van der Helm. En dan praat je meteen over meer dan 100 jaar wedstrijdervaring. En waarom ben ik hier natuurlijk? Nou, om jullie uit te proberen te leggen hoe je nu een visje kan vangen aan de Oude Rijn. Dus Willem Multum is druk bezig met de feeder en een eindje verderop zit Willem van der Helm, die natuurlijk na twee keer winnaar van de Kings Classic van de laatste paar jaar natuurlijk perfect weet hier hoe je met de vaste stok een visje moet vangen. Nou, wat is er nou zo mooi van de Oude Rijn? Het ligt centraal in Nederland, is makkelijk te bereiken, begint ergens in de buurt van Utrecht, ik ben er nog, ik loop nog even voor de camera langs, en loopt langzamerhand via Zwammerdam, Bodegraven, richting Leiden, om uiteindelijk daarachter natuurlijk weer in een ander kanaaltje te verdwijnen en uiteindelijk, zoals bijna al het water in Nederland, uit te komen in de Noordzee. Daar schiet je nou natuurlijk niks mee op, want dit is geen zout water, het is hartstikke zoet. Het water staat bekend om het fantastische visbestand, brasem, witvis, alle mogelijke vis kun je er vangen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Vandaar dat ik hier natuurlijk nu eens opduik om eens te kijken hoe jij hier nu ook je visje kunt vangen. Nou Willem, ik heb het hebben. We zijn aan de Oude Rijn. Jij gaat met de stok vissen vandaag en ik ben natuurlijk heel benieuwd wat voor voer jij nou gaat gebruiken. Kun je ons eens laten zien wat je precies gebruikt en hoe je het nou gereed maakt? Dat gaan we doen, Gijs. We gebruiken vandaag Wonder Gold. Dat is een redelijk zwaar voertje en dat heb je nodig want het stroomt een beetje. Voor de kleur doen we daarbij Wonder Black, dat is ook redelijk zwaar. En de snuifje Caramel. Caramel, oké. Omdat ik verwacht dat we vandaag wat blieken kunnen vangen. En in wat voor hoeveelheden gebruik jij het nou? 1 op 1? Of? Dit is 50-50. Oké. En deze is vooral belangrijk omdat de Oude Rijn is vaak helder van water. En dan is het fijn als je een donker voer hebt. Want vissen willen niet op een lichte plek zwemmen vanwege de snoep. Ik ben niet van de maatwekers. Het is allemaal op gevoel. Nou, dat was de eerste 50%. Zo is het. De tweede 50%. Hoe vaak bevochtig jij nou je voer, Willem? Het liefst in 3 keer. Maar omdat we nu toch wel willen vissen zometeen, zal het wel iets kortere tussenpozes zijn dan normaal. Thuis maak ik het altijd in 3 keer aan. En dan stop ik het altijd door de voermolen. Ja, even goed droog mengen natuurlijk in. Netjes mengen. Tijd om het water erbij te storten. Nou, eerste keer bevochtigd. Ja. En hoe lang laat je het nu staan voordat je het voor de tweede keer bevochtigd? Voor die eerste keer hoef je het niet zo heel lang te laten staan. Omdat er nog heel weinig vocht in zit, zal dat er ook niet. Hoeft het niet zo heel lang te duren hoor. Maak jij je voer nou altijd aan de waterkant klaar? Of nee, altijd thuis normaal gesproken, Gijs. Maar ja, nu kwam jij. Nou, ik ben even doorgelopen naar Willem Multum. Want Willem gaat vandaag aan de slag met de feeder. En Willem die loopt al 50 jaar rond in het wedstrijdcircuit. En als er één is die weet hoe je hier natuurlijk met de feeder een visje moet vangen, is het Willem. Nou heeft hij ook nog zijn eigen voer. En dat is voor ons ook prettig. Want daar zit al die 50 jaar wedstrijdervaring in. Willem, laat ons nou eens zien hoe jouw voertje er hier nou uitziet aan de Oude Rijn. Nou, dit is een kant-en-klaar voer wat op de markt gebracht is voor de feeder. Maar ik durf gerust te zeggen dat ik het met de vaste stok ook net zo makkelijk erin gooi. Okay. En dan meng ik het met wat donker spul in de winter, dat Wonder Black. Maar vandaag wil ik het gewoon puur gebruiken. Ik zeef het alleen in die winterdag, zeef ik het wat uit. Omdat er wel vrij grovere bestanddelen in zitten. Die vaak wat omhoog komen, dat is natuurlijk ideaal voor de zomerdag. Maar in de winter heb ik het maar graag dat het aan de bodem blijft. Oké, nou, laat ons maar eens zien hoe je je voertje nou precies klaarmaakt hier. Ik heb het hier al gezeefd. En wat ik doe is... Ik ben nooit zuinig met die karamel, want ik vind dat zelf heerlijk ruiken. Er gaat bij mij altijd een heel zakje in.
goed onder elkaar. Nou, als je dat al ruikt, Gijs, dan kan zou je bijna zelf een hap van nemen, of niet? Kan bijna niet fout gaan vandaag. Nou, het bevochtigen. En hoeveel stappen bevocht je eruit, Willem? Nou, normaal gesproken maak ik het thuis de avond van tevoren. En dan is het eigenlijk de andere ochtend is het al behoorlijk ingedroogd. En dan doe ik aan de waterkant, doe ik het eigenlijk nog een keer bevochtigen. Ik doe het vaak overbevochtigen de eerste keer. Want het neemt zoveel water op dat het helemaal geen probleem is. En dan is het daarna, als je aan de waterkant komt, is het eigenlijk perfect. Dan hoef je het alleen maar door de zeef te drukken en klaar. En klaar is Kees, of klaar is Willem, zullen we zeggen. Klaar is Willem, ja. Het is behoorlijk ingedroogd, Gijs, dus het is nu een kwestie van goed zeven. Ja. Hoe vaak zeef jij het nou, Willem? Eén keer gewoon, Gijs. En is het goed? Ja. Het is een 4 mm zeef. Het is niet zo'n grove voerzeef. Kijk, en dan ziet het er zo uiteindelijk uit. Nou, dan is er natuurlijk nog een speciale truc met die ready-made hennep. En Willem gaat ons laten zien wat hij doet om die te prepareren om te gaan vissen. Willem, waarom ga je hem spoelen? Nou, omdat deze hennep al een tijdje in deze bakkie zit. En je ruikt het, dan ruikt het een beetje over datum, zeg maar. Ja, dat is dit belangrijk om het schoon te maken. Als je hem nou even spoelt, dan ruikt het een stuk beter ineens. Dus we gooien hem even op de zeef. En dan is hij water eroverheen. En dan is hij perfect voor gebruik. En dat is alles wat je hoeft te doen. Ja. Nou, dat was nog eens een snelle tip, toch? Ja, toch? Hennep gereed. We gaan eens kijken of we ook nog vis kunnen vangen. Pinkies erin. Je hennep erin. Handje gast dus. Stevige wallen maken, want het stroomt behoorlijk. En die ga ik er dan in kuppen. Oké, dus je gooit ze niet? Nee, ik ga ze kuppen. En waarom kup je ze? Voor de zekerheid. Ja. Stel je voor dat ik het verkeerd doe en we vangen niks voor de film. Ja. Dat willen we niet. Nee. Toch? Dat begrijp ik. Het zou wel prettig zijn als we ook nog vis vangen. 50 jaar wedstrijdervaring, de laatste 2 jaar de winnaar van de Kings Classic in Ierland. Dus ik bedoel, als er iemand is die weet hoe je met de vaste stok hier een visje moet vangen, dan is het Willem wel. Willem, wat is nou belangrijk als je met de vaste stok aan de Oude Rijn gaat zitten? Het is belangrijk dat je weet hoe de stroming is. Vandaag stroomt hij behoorlijk hard, dus je hebt een wat zwaardere dobber nodig. Het liefste vis ik met een halve gram als die stilstaat. En naarmate die stroomt, ik vis nu met 1¼ gram. Dat is eigenlijk nog te licht op dit moment. Maar ik wil het toch even proberen. Maar dat is een van de belangrijkste dingen. Omdat de Oude Rijn, vandaag stroomt hij hard, morgen stroomt hij zacht en overmorgen stroomt hij keihard. Dus dat is een van de belangrijke dingen aan de Oude Rijn. Is het ook zo dat het beter vangt als het stroomt? In principe vang je dan altijd meer vis, ja. Omdat de vissen actief zijn natuurlijk, ze moeten zwemmen. Nou ja, dat betekent ook dat ze trek krijgen in wat eten. Als jij hard werkt moet je ook meer eten dan normaal. En dus als het stroomt zijn de vissen sowieso in beweging. Dus ze komen makkelijker naar je stek. En ze moeten eten. Nou, ik heb het nog niet gezegd of eerst de vis komt binnen. Het is over het algemeen allemaal vorentjes zoals je ziet. Kijk, je hoeft hier niet direct met een schep net aan de slag. Maar het is wel handig om hem mee te nemen, want er kan ook nog wel eens een wat groter visje tussen zitten. Kijk, dat bedoel ik. Pracht van een vorentje toch? Die kan weer terug. Nou zit hier natuurlijk ook nog andere soorten vis dan dit soort vorentjes. Wat ik al zei, als je een dikke platte eraan krijgt, dan is het wel handig om iets van een schepnetje mee te nemen. Nou, de eerste vis is binnen. Ik kijk natuurlijk ondertussen eens naar die aastafel om eens te kijken wat Willem nou bij zich heeft. Nou, je ziet natuurlijk een bakje pinkies, een bakje maden, een bakje piertjes, de hennep die we net gespoeld hebben, hennep om bij te schieten. En uiteraard, zonder kasters hoef je hier natuurlijk helemaal niet naartoe te gaan. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar je ziet dat je eigenlijk helemaal niet zo heel veel nodig hebt om hier een dagje te gaan vissen. Kijk, vis nummer 2. Net het aasplateau bekeken.
Deze is ietsje groter in elk geval dan het visje wat we net zagen. Weer een pracht van een vorentje. Maat en een kastertje aan de haak. En had ze flats, daar gaat hij. Nieuwe kasten eraan. Op de haak geregen. Een maat erbij. En kijk, dat is hier dus het ideale samenstelling om mee te gaan beginnen. We zullen nog eens even meekijken. Je ziet wel dat met de vaste stok een prachtige manier van vissen is. Je gooit af en toe wat bij. Er wordt wat hennep bij gegooid en die hennep die verdwijnt hier kort in het water, want ook dichtbij heeft hij nog een plekje zitten. Gaat vrij snel. Ja. Heb ik even niet gekeken en dan kom ik net op tijd, want Willem Multum die vangt ook een vis en ook een voren op de feeder. Deze is wat groter dan we net gezien hebben bij andere Willem. Een prachtig visje. Wat gebruik je nou als aas, Willem? Ik zat met twee maaien te vissen, hè. We zoeken naar de hakensteker. Kan deze onthaakt worden. Kan deze ook terug. Twee maaien. Kijk, dat bedoel ik. Eerste vis van Willem Multum binnen. De volgende korf kan het water in wat mij betreft. Hij hangt al gereed. Elegante beweging naar achteren. Niet te hard gooien, want we vissen niet al te ver uit de kant zoals je ziet. Zo ver is het niet. Zo breed is hier ook niet. Maar het is hier gewoon ook geweldig vissen met de feeder. Vis wordt afgesteund, terwijl achter me net een iets grotere voren gevangen wordt. Afgesteund. Tijd om Willem eens wat vragen te gaan stellen. Willem, wat voor materiaal gebruik jij hier nou vandaag? Ja, ik ben altijd een voorstander van zo licht mogelijk en zo soepel mogelijk te vissen. Zeker op die afstanden waar je hier vist. Dus ik heb, dit zijn de oude 10 voet 8 Dutchmasters. Ideaal hengeltje ervoor. Hele... Wat voor lijndiktes gebruik je nou? De onderlijn waar ik nu mee vis is 14. En heb je een voorslag of vis je met nylon? Of? Ik heb een voorslag van een meter of 6. Oké, wat voor dikte hoofdlijn gebruik jij? 800ste. 800ste gevlochten, lijn, ja, ja. Willem Multum begint de vis er ook op te lopen, zal ik maar zeggen. Kijken we gelijk even wat Willem hier heeft staan op zijn aasplateau. Ook wel belangrijk. Ik begin natuurlijk met de piertjes die hij bij zich heeft. Dode pinkies, dode maden, nog wat knipwormpjes. En uiteraard hier de pieren die al geknipt zijn. Mega belangrijk natuurlijk. Bak met kasters, bakje voer, de gewone pinkies en de gewone maden. En hier nog een paar, het geheime wapen, floaters. Als ik een gewone sportvisser ben en ik wil hier een hengeltje uitgooien, kan ik hier in de winter dan overal gaan zitten of moet ik nog rekening houden met sommige dingen? Nou, de vis die gaat elkaar al opzoeken, Gijs. En die gaan diepere plekken opzoeken. Die zoeken, je hebt hier terug in Woerden heb je van die insteekhavens waar ze 's winters vis vangen. Wij hebben 's winters een paar keer zitten vissen tegen de N11 van, waar het wat dieper is en daar hebben we ook leuk gevangen. Maar normaal gesproken kan je het hele jaar overal vis vangen, maar 's winters zoeken ze toch de diepere plaats op. Als ik nou gewoon een sportvisser ben en die denk ik heb het filmpje gezien, ik ga eens een hengeltje uitgooien in de Oude Rijn, dan is het wel handig om eerst even goed langs te rijden om te kijken of ergens wedstrijdvissers zitten. Nou, ik zou dat zeker aanraden en eens te informeren. Je hebt een clubje wat hier regelmatig vist. En nog wat gevangen.nl, dat staat op internet en die jongens zetten daarop wat ze gevangen hebben. En daar zie je ook de stukken waar hun vissen. En daar zou ik me echt in verdiepen, want je kan zomaar voor niks gaan en dat is zonde van een dag. Zeg, hoe bouw jij nou je voerstek op als jij gaat vissen aan de Oude Rijn? Ik begin meestal met 5 korven flink met aas erin te gooien en dan... De vijfde keer pas aas eraan te doen en dan, dan voor lieverlee om de 2-3 minuten weer een korf erbij. Totdat je beet begint te krijgen en dat wijst zich vanzelf. En wat voor voerkorven gebruik jij nou? Ik heb nu een korf van 30 gram, omdat het hier behoorlijk stroomt. 4 graads gazen korf. En als de vis wat meer zou azen en er meer vis zou zijn, dan ga je met een kleinere korf vissen.
Kijk, nou draait Willem al heel wat jaartjes mee. Minimaal 50 jaar ervaring en ook heel veel jaren in die business gezeten. Tegenwoordig met pensioen. En dan zou je zeggen dat mensen het rustiger aan gaan doen. Maar Willem zit volgens mij dag en nacht tegenwoordig aan de waterkant. Willem, in 50 jaar viservaring, wat zijn nou de belangrijkste veranderingen? Want 50 jaar geleden zat ik als kind nog eens bamboehengel. En tegenwoordig is het materiaal natuurlijk nogal veranderd. Wat is er allemaal veranderd volgens jou in 50 jaar? Nou ja, het is net wat je zegt, Gijs. Toen wij begonnen zaten we ook met een lerkhengeltje van 5,40 meter. En dan gingen we met de club naar Ellevoetsluis, waar je prachtige vorens ving. Maar dat was het begin. En toen kwamen de glashengels van 9 meter. En daarna is het carbon gekomen. Nou, een hele verandering. Daarna waren weer de zogenaamde winkelpikkers. Ik weet nog goed dat Jaap Muda van Wout van Leeuwen daarmee aankwam, ook via Engelsen. En dat waren hengeltjes van 2,40 meter en 2,70 meter. En dan visten we met een haarkruller waar die vrouwen haar haar mee krulden. Daar haalden we dan dat borsteltje uit en daar deden we een warteltje aan. En dat waren onze voerkorven waar we mee begonnen. Dat waren eigenlijk de eerste voerkorven dus? Ja, dat waren de eerste voerkorven, ja. Ja. En, Toen had je nog van die veren met dat lood erin, waar we mee op het wandtij visten, waar je gewoon voer omheen kneep en zo. En ja, later, nu vissen ze met voerkorven met ankers en de hengels zijn langer en zwaarder om op verdere afstanden te vissen. Het is allemaal heel erg veranderd. Vroeger was het alleen eigenlijk een vorenvisserij, toen ving je ook minimaal een brasem. Toen viste iedereen in die top visten met duivenmest. Dat was gewoon de weg. Je moest voren vangen. En ja, toen visten we nog op lengte. Tegenwoordig is alles op gewicht. En ja, er is zoveel veranderd. Ik denk als je nu begint met wedstrijdvissen, dan wordt het je eigenlijk een vis in de schoot geworpen. Dat bedoel ik. Ik zeg verder even helemaal niks. Dan geven we Willem even de kans om vis te vangen. Altijd mooi is er tijdens zo'n gesprek volgens mij nog een dikke vis gevangen wordt ook. Een betere vis, Gijs. Het zou me niet verbazen als we hier toch een leuk visje krijgen. Kijk, en nou zie je de echte wedstrijdvisser. Voor mij heeft hij geen tijd meer. Compleet gefocust op de hengel. Kijk hem mee, want die vis die moet natuurlijk wel binnenkomen nu. Kijk naar de top, dat belooft nog wat. Het wordt een prachtvis. En dat alleen maar op een kastertje en een maden. Klein onderlijntje. En hoewel het laat in het seizoen is, komt er toch een leuk visje boven volgens mij. Pracht van een vorentje. En hier kun je wel zien hoe licht Willem vist in deze tijd van het jaar. Want als je naar de top kijkt, dan denk je, nou, er komt een brasem van 2 kilo aan. Maar dit zijn toch wel de mooie vorens waar je gewoon wedstrijden mee kan beslissen in de winter. Zeker op dit gedeelte. Ik kijk even mee. Kijk, dat bedoel ik. Is dat vis? Prachtig. Of is dat geen vis? Een prachtige voren. Kijk eens even. Vis voor Willem. De zoveelste keer en dan komt hij weer. Dat is voor mij gelijk een mooie kans, omdat Willem is natuurlijk een fanatieke wedstrijdvisser, om eens iets te vragen over het wedstrijdgebeuren. Willem, nou loop jij al meer dan 50 jaar mee in dat circuit. Hè? Wat vind jij nou zo leuk aan het vissen van wedstrijden? Ja, het is toch de spanning steeds weer, Gijs. Als je een beetje competitief bent, dan wil je je toch meten met andere goede vissers. En ja, als het dan ook een beetje lukt, dan blijf je daar plezier in houden. Vis jij nou ook nog wel eens voor je plezier? Dus als er geen wedstrijden zijn, ga je dan ook nog wel eens vissen? Iedere week wel 2 keer. Ja, toch wel nog? Elke week wel 2 keer. Gewoon zo lekker voor mezelf in de Oude Rijn of in de Ringvaart of in de Amstel. Het maakt niet uit waar. Maar meestal met een paar vrienden en dan heerlijk vissen. Ik vind het net zo leuk als wedstrijdvissen. En dan ben je dus een echte liefhebber, want ik kom heel vaak wedstrijdvissers tegen die eigenlijk alleen nog maar wedstrijden willen vissen. Ja, dat is zo. Er zijn er een hoop die alleen maar wedstrijden willen vissen en ik vind voor mezelf vissen net zo leuk. Wat vind je er nou zo leuk aan, buiten het feit dat je wil winnen van de buren? Dommetje onder zien gaan. Dat is mijn kick. Nou, ondertussen vangt Willem gewoon door natuurlijk. Je ziet wel dat in deze tijd van het jaar je met de stok toch nog gewoon een leuk visje kan vangen. Blijft dit nou zo, Willem? Want we zitten nu eind november, begin december. Is het nou zo dat januari, februari het hier nog steeds zo aardig doorloopt? Nou,
Oude Rijn is gevoelig voor vorst. Als je een paar nachtvorsten achter elkaar hebt, dan valt het vaak tegen wat je vangt. Wordt het dan weer wat milder, dan lukt het wel weer. Ook in februari of januari. De maand maakt niet zoveel uit, maar als je maar niet net wat vorst gehad hebt, want dan wordt het moeilijk. En dan gaat hij weer, gaat het water in en dan draai ik mee. En dan heb ik vandaag geluk, want Jack Valkenburg van Champion Feed is hier. Goedemorgen Jack, leuk dat je er bent jongen. Ja, goedemorgen. Zeg, het is mij opgevallen dat er wat beweging is op de website van Champion Feed. Is die website toevallig vernieuwd? Ja, we hebben een totaal nieuwe website. Dat is de bedoeling dat alle landen daar zo input in gaan geven. Dus van wedstrijden, maar ook alle nieuwe producten die er zijn. Als je dan bijvoorbeeld naar de website gaat, championfeed.be, dan druk je bijvoorbeeld op klik hier en dan zie je bijvoorbeeld, als het internet... Slechte verbinding. Kijk, dan zie je, en dan kun je hem vergroten. En als ik hem dan zo vergroot, dan kun je zien alle dealers in Nederland en België. De website is nog in ontwikkeling, dus ook voor Duitsland, alle andere landen die komen er allemaal nog in te staan. Maar goed, hier kun je natuurlijk alles op vinden. Ook bijvoorbeeld als je teruggaat naar alle nieuwigheden. De catalogus staat erin. Dus het staat er allemaal netjes in. Dus je kunt alles wat op Champion Feed gebied, kun je daar terugvinden. Dus dan ben ik meteen in de toekomst van al die vragen af. Als ik zo'n filmpje gemaakt heb waar Champion Feed voer in zit, dan zou mij gaan vragen waar ze het kunnen kopen. Dat kunnen ze nou zelf gewoon op gaan zoeken, toch? Ja, dan kunnen ze het zelf opzoeken. En met die nieuwe input van wedstrijdvissers komen ook alle recepten erin te staan. Waar, op welk water dat ze ermee gevist hebben. Dus alles kun je hier al in terugvinden. Kijk, dikke vis voor Willem van Helm. Echt secuur. Secuur aan de slag. Om deze binnen te krijgen. Natuurlijk nu... Vanochtend heel veel vorens binnen zien komen. En uiteindelijk is het toch gewoon wachten. Tot er een keer een leuke dikke vis deze kant op komt. Nu eens kijken of het een voren is. Plat. Of een platje. Volgens mij is het een brasem. Ja, pracht van een brasem. Kijk. En één kastertje op de haak. Meer niet. En dat moet hem doen. Rustig aan, we vissen natuurlijk met dunne lijnen, dat begrijp je wel. Dus het is niet een kwestie van even doortrekken. En uiteindelijk komt hij toch. We hebben die kip. Die is binnen. Even meekijken. Kijk, pracht van een vis. Dat bedoel ik maar. Nog even poseren voor het volk thuis. Even, dat is een lelijke plek aan de achterkant doen. Let op, eens kijken. Nou, is dat vis of is dat geen vis? Ik bedoel maar. Mijn ochtend aan de Oude Rijn, die zit er weer op. Ik hoop dat je als sportvisser zo van een goed beeld hebt gekregen van de hengelsportmogelijkheden aan de Oude Rijn. Zowel als je met de vaste stok wil gaan vissen, als dat je met de feeder aan de slag gaat. Dus hou vooral in de winter in de gaten dat die vis op een gegeven moment, als de vorst er een beetje inkomt, dat die verdwijnt naar plekken waar het water wat warm is. Ga daar dus naar op zoek. Probeer ook gewoon eens sportvissers die aan het vissen zijn aan de Oude Rijn, om die eens aan te schieten. En dan kan het bijna niet missen dat het ook jou moet gaan lukken om vis te gaan vangen hier.